Op zaterdag 13 april hield Scouting Phoenix Tiel een open dag bij het winkelcentrum in Passewaaij. Op de sportvelden rondom het centrum pakten de scouts uit met onder andere katapultschieten, een tentenkamp midden in de wijk en een speelparcours langs de winkels. Vandaag hebben wij een open dag hier op Passewaaij, waarin we eigenlijk verschillende mensen vanuit Passewaaij of andere kinderen uit Tiel willen laten zien wat een ontzettend leuke activiteit wij met scouting allemaal doen. Samen met andere vriendinnetjes of vriendjes spelen in de buitenlucht en genieten van uitdagingen als kamperen, koken op kampvuur of lekker spelen in het bos. Dat is waar de scouting voor staat en dat laat de vereniging graag zien. Dat deden ze ditmaal in de wijk Passewaaij in Tiel. We proberen ongeveer één keer per jaar een grote open dag te doen. Dit keer is de eerste keer in een lange tijd dat we weer op locatie zijn voor een open dag. En verder doen we vaak ook een open dag bij ons op het terrein zelf. Dus we zijn er elk jaar wel mee bezig, ja zeker.